En daar morgen komt rijden er in praktisch heel het land geen NS-treinen vanwege een staking van het personeel. Voor mij is het wel een grote hinder. Want ik weet niet of ik naar mijn werk kan en terugkomen. Dus dat is wel moeilijk voor me. We komen nu gewoon tot de conclusie, ook met de informatie die je vandaag nog hebt. Het beschikbare personeel, waarvan je weet dat ze er morgen zijn. Ja, moet je gewoon kijken, wat is er mogelijk? En we komen nu tot de conclusie dat er maar heel weinig mogelijk is, helaas. Ja, Herren Jansen, dit werd vanmiddag pas aangekondigd. Hoe kan dit? Nou, dat is misschien wel een van de grootste redenen waarom mijn FNV-spoorleden, maar ook van andere vakbonden, massaal, echt bijna 100% in de staking gaan. De top is helemaal losgezonken van de vloer. Dat moeten we even uitleggen. Nou, wij hebben vorige week vrijdag voor 12 uur hebben wij aangekondigd welke stakingen wij deze week gaan doen. En wij weten dat als NS de zeggenschap in de regio durft neer te leggen, dan hadden ze morgen gewoon beperkt kunnen rijden. Omdat NS niet meer in staat is om eigenaarschap, het probleem, het vakmanschap in de regio toe te vertrouwen, gaan ze zo'n drastisch besluit maken waardoor heel Nederland gedupeerd is. Ik snap het geloof ik niet helemaal. Wie beslist dit dan? Dit heeft de top van NS beslist. Terwijl de vakmensen op de vloer gewoon van Leeuwarden naar Zwolle kunnen rijden en van Zwolle nog een stuk naar Utrecht kunnen rijden. Daar is niks mis mee. Maar omdat alles gecentraliseerd is, ze hebben er miljarden geld uitgehaald. Ze hebben 1400 vacatures. Ze zijn 5 jaar achter elkaar gaan bezuinigen. En ze hebben het bedrijf tot op de schil uitgeperst. Waardoor je nu geen ene drempel meer kan hebben. Omdat, en dan krijg je dit soort situaties. Maar jullie hadden vrijdag dus een staking aangekondigd in Midden-Nederland. En NS heeft zijn zaakje zo niet op orde dat ze daarom gewoon het hele treinverkeer plat moeten. Ja, dan moeten ze dan ook wel, omdat ze alles gecentraliseerd hebben om het met minder mensen te kunnen doen. Maar minder mensen betekent als je ze allemaal bij één plek zet en die gaan staken, tot je nergens meer plekken hebt om het werk te doen. Ja, dus jullie wilden het eigenlijk niet eens zo heftig doen? Nee, dat is ook niet nodig. Want op de grotere stations in de regio, Zwolle, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, zitten ook mensen die de treindienstleiding kunnen begeleiden. Maar is er dan nu vervangend vervoer geregeld? Want het hele land ligt gewoon plat. Ik heb uit de media moeten vernemen dat het niet is. Maar dat snap ik ook wel. Want die busmaatschappijen hebben ook geen buschauffeurs. Dus je kan niet zomaar een blik buschauffeurs opentrekken. Dus als jij om 5 uur 's middags gaat aankondigen, we hebben geen treinverkeer mogelijk, heb je niet zomaar door het hele land in nieuwe bussen. Nou, ik hoop dat mensen kijken en dat ze het weten. Dat ze niet morgen naar het station gaan en dan komt er geen trein. Maar hoe moeten zij dan nu naar hun werk? Nou, hoe ze nu naar het werk gaan, ik snap het. Hè. Mijn vakbondsleden gaan met pijn in het hart staken. Maar ze hebben het bedrijf zo uitgekleed tot er geen. Ze moeten afschalen en NS, terwijl het kabinet heeft gezegd, we moeten meer treinen laten rijden. Maar meer treinen met minder mensen. En dat 5 jaar achter elkaar. 5 jaar lang de inflatie niet gevolgd. Mensen hebben een werkdruk, ziekteverzuim op sommige plekken van 20-25%. Dat maakt weer meer zieken. De rek is het compleet uit. Als iemand vraagt vandaag, mag ik over 2 weken mijn dochter zijn verjaardag vrij hebben, krijg je te horen, misschien. En dan krijg je een dag voor de verjaardag te horen, gaat niet lukken, we hebben je nodig. Als jij denkt dat je om 2 uur 's middags thuis bent omdat je om 4 uur 's ochtends moet beginnen met werken, zegt de NS, sorry, je moet toch nog een treintje rijden, je bent pas om 4 uur thuis. Dus de mensen worden compleet overvraagd. De dienstregeling is volstrekt onbetrouwbaar geworden daardoor. Want er moeten treinen opgegeven worden, er moet afgeschaald worden en zo. Sociale veiligheid staat hartstikke onder druk. Want de veiligheid, de servicemedewerkers zijn er maar te weinig mensen. De servicemedewerkers op de station. Er zijn gewoon overal problematische situaties. En dat heeft NS beleidsmatig gewoon gedaan. Door rendementsdenken hebben ze het bedrijf uitgekleed. Hoe dicht zijn we nou bij een akkoord dan? Nou, wat mij betreft heel dicht. Ja? Dat is duidelijk. We hebben gewoon een ultimatum gesteld. En als NS nou belt tot ze met een aanbod komen wat we niet kunnen weigeren, en niet ik, maar mijn leden. Welk ultimatum heeft u gesteld? Wij hebben geëist dat er zoals in België standaard is, automatische prijscompensatie. Mm-hmm. Dat betekent dat op het moment dat de boodschappen duurder worden, je de boodschappen kan blijven betalen. Dus dat het werk net zoveel waard was als het jaar ervoor. Omdat NS al 5-6 jaar lang de inflatie niet volgt, hebben wij gezegd, ze hebben het hartstikke druk, ze werken allemaal over. 100 euro per maand, bruto erbij. Zodat de onderkant van de loonschalen ook meer hebben. Alle jeugdschalen eruit en minimaal 14 euro per uur. Dat zijn de betalingen, maar dan is er ook nog eens een personeelstekort, waar het net al over had. Hoe moet NS dat oplossen? Nou, die betalingen zijn niet het belangrijkste. Maar door die betalingen kan je ook weer die 1400 vacatures gaan invullen. Waardoor het aantrekkelijker wordt. Maar die mensen moeten ook nog eens een keer 3 weken 2 weekenden werken.
Als jij dus nieuw bent en je komt binnen met op je 20 jaar, heb je 12 euro per uur ongeveer. Als jij dan met je vriendin of met je vriend gaat zitten te rekenen, je moet ook nog 2 weekenden werken, je wordt verrot gescholden door de reizigers die ontevreden zijn of bespuugd of geslagen. Mm-hmm. Dan gaat zo'n mens denken die nieuw is, nou, ik ga iets anders zoeken. Voor dat bedrag ga ik het niet doen. Nee, dus de uitstroom, met name bij nieuwe mensen, is gigantisch groot. Wat kunnen we nog meer verwachten qua stakingen? Nou, laten we vooropstellen, wij willen niet staken. Ik ga ervan uit tot NS. Ik heb donderdag hier zat minister Harbers. En die zei ook, ze moeten alles uit de kast trekken om weer een aantrekkelijke werkgever te worden. Ik ga ervan uit tot NS bij zinnen komt. En tot ze voor het weekend mee bellen om eruit te komen. Volgend weekend? En als dat niet is, ik ben vandaag in Amsterdam en in Haarlem geweest. Ik ga morgen naar Utrecht toe. De mensen zijn vastberaden om met een goede CEO de staking te eindigen. Dus die komt er. Okay, en duidelijk. Dus los gaan we dus landelijk plat. Maar dat gebeurt waarom... ook. Dat gebeurt dus ook morgen. Nee, dat heeft NS georganiseerd. Okay. En daarna gaat u het organiseren? Als het niet anders is, dan zeggen mijn leden, organiseer het maar. Duidelijk. Goed, 100 miljoen euro voor de Braziliaanse aanvaller Anthony. Voor dit recordbedrag stapt de voetballer na weken onderhandelen over van Ajax naar Manchester United.